Doe maar een paar scherpe kanten op het vuur. Alsof ik nooit anders gedaan heb. Hè? Vlak voor vertrek, dan maak het vuur wat groter. Dan maken we meer stoom. En dan hebben we genoeg vuur voor de rest van de rit. Dus je hoeft niet de hele tijd te blijven scheppen? Nee, niet de hele tijd. Maar van hier naar Beekbergen, nou toch wel een aantal... Mooi weer, check. Stoomtrein, check. Kolen scheppen, check. Het is weer een fantastische dag om een ritje te maken met de Veluwse stoomtreinmaatschappij. Alleen naar Beekberg. Helemaal goed, Beekberg. En alsjeblieft. Goedemorgen. Ja, dankjewel. Wil je ze afknippen? Dat is leuk, hè? Heerlijk hè, zo een beetje bij die ramen hangen. Wat, het is het einde. Ja, het einde zegt u. Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja? Erg leuk. Ja. Wat voor gevoel krijgt u er nou bij? Nou, ik weet niet. Nostalgisch. Ja? Ja, nostalgie van vroeger. Want ja. U kent dat nog wel, dat beeld van toen? Ja. Ja, heel vroeger. Ja, niet echt. Ik denk niet dat ik dit echt heb meegemaakt, maar wel dit soort treinen, dat je daar zo in stapte. Ja. Ja, dat wel. Ja. Ik vind het enig. Het heeft net wat meer dan wat we tegenwoordig hebben. Ja, zeker. Ja, zeker. Wat vind je ervan? Ja, mooi toch? Ja, is toch leuk joh. Je staat er pal achter, hè? Ja, weet. Mooi. Mooi kluitje? Ja. Je gaat je hart wel sneller van kloppen. Ja, helemaal wel, ja. Daarom is het ook de hobby, hè? Oh, het is echt jouw hobby. Ja. Dit is het depot van de Veluwse stoommaatschappij. Ja, het depot. En dat is dus van vroeger uit waar dus de locomotieven werden verzorgd. Hun dagelijkse verzorging krijgen ze hier, zeg maar. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden we niet anders dan stoomtreinen. Hele andere tijd. Hele andere tijd, ja. En die proberen we levend te houden. Door te geven aan de jeugd, aan de mensen dus die hun trein willen zien zoals dat vroeger ging. Wij proberen op dit moment een beetje de jaren 1950 te imiteren, te personaliseren. Onze uniformen komen uit die tijd. De rijtuigen komen uit die tijd. En in 1958 is de laatste stoomtrein in Nederland gestopt. En daar proberen wij op in te haken. Er staan hier heel wat wagons, tig locomotieven. Kom je nou aan dat materiaal dan? Nou ja, het is er eigenlijk natuurlijk niet meer. Het is van vroeger. En we hebben dus heel veel geluk gehad in het verleden. Het grootste geluk wat wij gehad hebben is het vallen van de ijzer, van het ijzeren gordijn, de muur in Berlijn. Toen kwam er Oost-Europees, met name Oost-Duitsland, kwamen de locomotieven beschikbaar. Dat konden we kopen en voor een habbekrats, want het was oud ijzer. Hoeveel dan? Nou ja, dat is echt de waarde aan oud ijzer. Dus oud ijzer kost 17 cent een kilo. Dus dan zeiden we, nou, die lok die weegt zoveel, maal 17 cent. Dat betalen we ervoor en dat was goed. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben water aan het nemen. We zijn water aan het gebruiken omdat we stoom nodig hebben om te rijden. Maar dat is alweer helemaal op, dat korte stukje wat we nu hebben gereden? Nee, het is niet helemaal op, maar zo'n 2.000-3.000 liter is er wel doorheen. Het is wel wat voor nodig, hè, om de boel aan de gang te krijgen. Absoluut. Je ziet het, je ruikt het. En als machinist heb je dan ook lekkere vette handen natuurlijk. Iets minder als de stoker, maar... Hoe lang doe je dit al? Ik ben, denk ik, een jaar of 20 machinist. Het leuke is dat het niet alleen de machine is, maar het is de hele opbouw van het hele bedrijf. Hè. Het is gewoon met één of twee locomotieven, nou hebben we de 9 aan de gang. Het depot wordt steeds mooier en dat is de echte lol ervan. Je bent er trots op, hè? Ik ben er heel trots op, ja. Mag ik met je mee voorin?
Er zitten heel wat uurtjes in dan ook. Er zitten enorm veel uren in zo'n locomotief. Zo Gerrit, wat voor stukje heb je nou gelast? Nog een keer. Wat heb je nou precies gelast? Ik heb een stukje gelast op een stoomtrein uiteraard, aan de buitenkant. Dat moet dicht zijn, want het was vroeger een olietrein. En nu gaan ze met kolen over, dus dat betekent alles wat eraan zit aan met olie, wat alle leidingen betreft en stukken betreft, gaat eraf. Wat maakt het zo mooi om hier als vrijwilliger, want je doet het eigenlijk voor niks. Ik doe het als vrijwilliger. De laatste 5, 6 jaar zeker. Ik ben hier begonnen, dan praat ik over 30 jaar geleden, als professioneel. Namens het bedrijf waar ik dus voor werk. En ik heb dat zo mooi gevonden. Dat ik zei van, gauw ik gepensioneerd ben, dan gaan we in ieder geval als vrijwilliger werken hier. Ik vind het leuk. Alle dingen eromheen. Dat moet je toch voelen. En hard werken, want je zweet behoorlijk. Ja, maar het is ook gewoon warm. Snapt iedereen die passie in jouw omgeving? Tot ze het een keer gezien hebben. Tot die tijd denken ze dat je met modeltreintjes bezig bent. Nee. Maar als ze het een keer gezien hebben, dan hebben ze zoiets van, ik kan me voorstellen dat mooi is. En je blijft dit doen, zodat je oud en grijs bent. Nou, dat zien we dan wel weer. Doe het maar een keer. Goed zeg. We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. We hebben er een hoop, maar we komen er altijd tekort. Twee dingen daarbij. Exploitatie en onderhoud, restauratie. Dat voeren we bij elkaar. Dus je doet een stukje techniek en je doet een stukje exploitatie. En wat moet je dan kunnen? Dan hoeft helemaal niks te kunnen. Jullie hebben gesproken met een stoker vandaag. Mm-hmm. Die was boekhouder van zijn vak en die doet stook. Dus alles kan. We leren wat je kan. Dan kan je een verfkast vasthouden. We kunnen het gebruiken. Ik moest toch niet induiken, want dat moet wel behouden worden. Dat vind je wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Dat is natuurlijk de doelstelling die we hebben. Niet alleen behouden, maar ook rijdend te houden. En het is zo mooi, toch? Het is hartstikke mooi. Ja, we hebben het vandaag gezien. Die historie, die nostalgie, dat stomen, die brute kracht hier op het spoor. Je kunt er van alles voor betekenen om dat eigenlijk in stand te houden. En hoe dat kan, dat kun je zien op onze site gelderlandhelpt.nl. Ga er naartoe en meld je aan. Ja, en kom hier wat doen, hè? Sowieso.